Yes guys, Paul van Sprundel hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. Ik heb een volledige blueprint voor je gemaakt om 100k plus te gaan maken in Q4 wat er aankomt, of Q4 als je dit nu kijkt. Dus ja, laten we daarin gelijk induiken. Ik heb een best wel in-depth presentatie voor je vandaag gemaakt die super waardevol is. Voordat we beginnen, like, abonneer en laat even een comment achter, zodat ik veel meer van dit soort video's voor je kan gaan maken. Wat zijn de essentiële voorwaarden? Je moet uiteindelijk een hoge kwaliteit betrouwbare store hebben. Je moet goede video's, ads hebben die je zelf maakt of door iemand laat maken. Je hebt daarnaast ook een budget nodig om te kunnen investeren van cashflow van maandelijks 500 euro tot 2000 euro die je in je eigen business kan investeren. Oké, wat zijn de basics van product research? Focus op het vinden van producten uiteindelijk met minimaal 20 euro winstmarge. Zoek voor producten die een probleem oplossen en een grote markt hebben om aan te verkopen. Hierdoor heb je dus een grote doelgroep en kan je dus testen wat voor jou het beste werkt. Nou, hoe vind je uiteindelijk deze winnende producten? Dat kan dus op verschillende manieren. Het kan via Facebook Ads Library, kan je daar een bepaalde keywords intoetsen en daarin kan je dus je winnende producten gaan vinden. Je kan door Instagram Newsfeed, Facebook Newsfeed, TikTok Newsfeed. Daarin kan je scrollen en op zoek gaan naar dropshipping sites. Spy tools kan je eventueel gebruiken, zoals Firewall bijvoorbeeld van Jordan Welch of dropship.io. En importeer top dropshipping stores die je trekt naar een RSS feed tracker, zoals Feedly of Commafeed, voor een constante stroom van nieuwe producten uiteindelijk. Wat je daarnaast nog kan gebruiken voor je product research is AliExpress, Amazon, Bol, TikTok, YouTube. Je kan eigenlijk alles wat online en gratis gebruiken. Spy tools zijn niet eens per se nodig, zou ik zeggen, maar het is wel een extraatje voor als je moeite hebt met product research. Oké. Nou, vinden van upcoming producten. Producten die dus nu nog geen winnaars zijn, maar ja, waarschijnlijk wel winnaars worden. Dan moet je echt bewust zijn van de staat van de wereld. Waar leven we nu in? Wat gebeurt er nu? Gebeurt er nu oorlog in het Midden-Oosten? Gebeurt er nu oorlog met Oekraïne en Rusland? Is er COVID? Zijn er verkiezingen? Wat gebeurt er in de wereld? Hoe kan jij daarop inspelen? Welk jaargetijde is het? Is het zomer? Is het winter? Wat is de status? Etcetera. Nou, hierin kan je dus Amazon doorzoeken ook naar bestsellers en de movers en shakers. Daarin zie je dus producten die nu trending gaan en die goed aan het verkopen zijn. En daarin kan je natuurlijk op inspelen. En gebruik dit dus om soortgelijke producten te kunnen gaan vinden op AliExpress. Nou, een voorbeeld, de zomer die komt er dus aan. En als je de outdoor selectie bekijkt van Amazon, zul je veel producten zien in juni die in de zomer gerelateerd zijn. En gebruik deze info en zoek op AliExpress voor deze specifieke producten. Nou, daarnaast vind je ook top verkopende producten door de trend te volgen en identificeer top AliExpress leveranciers met superveel sales. Doorzoek uiteindelijk deze stores voor nieuwe producten en bericht ze over nieuwe producten die ze ter beschikking hebben staan. Daardoor vind je dus AliExpress suppliers die al keihard draaien, die veel sales maken en die waarschijnlijk winnende producten hebben. En daarin kom je dus met hun in contact en kunnen hun jouw tips geven over wat misschien aanslaat, wat je voor jezelf kan gaan gebruiken. Dat is voor hun natuurlijk ook een win-win, dat jij eventueel ook bij hun klant zou worden. Nou, wat is de volledige Q4 blueprint? Ik wil dat je een lijst maakt van 10 tot 20 producten en maak gebruik van de e-com elite product research methode voor de eerste maand. In de vorige video heb ik de hele e-com elite product research methode helemaal voor je uitgelegd, dus bekijk na deze die video even en ja, dan haal je daar ook weer super veel waarde uit. Je kan hierin dus 3 tot 5 producten per week gaan testen, 10 tot 20 per maand. En wees ook super kritisch op elk product dat je momenteel lanceert. En analyseer het product ook in de diepte. Wat ging er goed? Wat ging er mis? Nou, stel je voor je hebt geen slash heel veel lage kliks. Moet je hierin dus de thumbnail verbeteren, de video verbeteren, de adcopy verbeteren en wellicht ook de targeting verbeteren. Als je veel kliks hebt, maar lage sales, analyseer dan uiteindelijk je funnel. Je productomschrijving, je prijs, je foto's, je winkelwagen, je checkout. Als er veel bezoekers zijn, maar geen add to cart, maak dan verandering. Dus ja. Misschien gaat er voor dat add to cart iets dus fout. En daarin kan je dus op inspelen om dat te veranderen en ervoor te zorgen dat meer mensen dus op add to cart gaan klikken. Wat je daarin kan doen is lagere prijzen bijvoorbeeld aanbieden, verbeter je omschrijving en check uiteindelijk ook de paginasnelheid van je store om dit te kunnen gaan optimaliseren. Nou, wat is de producttestingstrategie? Je optimaliseert uiteindelijk voor aankopen. En ik zou zeggen, als je beginner bent, je bent aan dropship en je spreekt Nederlands, begin dan lekker met de Nederlandse markt. Target Nederland en België. Daarna kan je Duitsland, Oostenrijk, Scandinavië en veel meer andere landen ook targeten als je wat meer ervaring hebt. 5 euro budget gebruiken per adset. We hebben 10 adsets. 50 euro per dag gaat hierom. Welke leeftijd en geslacht gebruik je? Vaak laat je dit breed en afhankelijk van product. Kijk, als je een krultang hebt, dan is het logisch dat het vrouwelijk is. Of heb je een scheerapparaat voor mannen, dan is het logisch dat je alleen mannen target. Wat doen we met placements?
Daar zorg ervoor dat je manual placements gebruikt en je gebruikt de volgende vier placements: Instagram feed, Facebook feed, dus gewoon scrollen, Instagram stories en Facebook stories. Daar merk ik dat je de meeste aankopen uitkrijgt, zeker in het begin, en daar wil je dus ook het meeste van je geld aan gaan uitgeven. Nou, welke doelgroepgrootte gebruik je hiermee? Voor Nederland en België 800 ton tot 5 miljoen met een maximale aan van 7 miljoen. Nou, je gebruikt die één creative, kan je gewoon testen per product. Eén goede creative, één goede video, één goede thumbnail, één goede ad copy. Die zet je op 7-day click. En ja, voor eigenlijk alle producten gebruik je bijna video ads, behalve voor kleding. Nou, ad analyse strategie. Laat ads minimaal 24 uur runnen voor je begint met analyseren. En producten testen uiteindelijk 24 tot 27 uur, 1 tot 3 dagen. En die analyseren we met de 3 dagen regel. Kijk ook naar je sales en je ROAS, of daar het overal probleem is. Kijk of er 2 tot 3 sales zijn in de eerste 48 uur. Heb je een 4 keer plus ROAS, 4x plus ROAS. Je kost per kliks en je kliks. Als daar het misgaat, is het dus je creative en ad copy is dus het probleem. Zoek dus voor kost per kliks onder de 60 eurocent. En heb je dat niet, dan doe je misschien iets verkeerd qua ad copy, creative, targeting, etc. Je CPM, je creative plus copy plus targeting probleem. Je CPM wil je onder de 15 euro hebben. Het is niet heel veel dat je daaraan kan veranderen, maar je kan altijd testen voor een betere creative, betere copy, betere targeting. Om daar dus een lagere CPM te krijgen. Add to cart / checkout, dan is er dus iets mis met je store en kan je dat dus verbeteren. Dit is een volledige analyse hoe jij je dus jezelf kan gaan verbeteren en meer geld kan gaan maken in Q4. Nou, wat is de productschaalstrategie? Als je 4x ROAS hebt en 2 tot 3 sales in de eerste 48 uur, ga dan dupliceren en schalen. Dupliceer je testing adsets met 5 keer 5 euro per winstgevende adset. En dupliceer je budget met 20 tot 30% elke 48 uur. Dus van 5 naar 6 euro, van 6 naar 7,50, etc. Gebruik breakdown om data te analyseren en demographics te bepalen. Misschien zie je dat er bijvoorbeeld alleen maar vrouwen kopen of alleen maar mannen. Dan kan je daar dus op inspelen en in je nieuwe campagne bijvoorbeeld alleen maar vrouwen gaan testen, omdat die je voornaamste doelgroep is. Excuus. Na het schalen is begonnen en winstgevend is, begin je met diversificatie. Je gaat hierdoor dus ook lanceren van retargeting vanaf de 25 sales per één product. En je test elke dag nieuwe doelgroepen om te kijken of je meer winstgevende pockets voor Facebook ads kan gaan vinden. Je lanceert hiernaast ook nog een campagne voor creative testing, voor lagere kost per klik CTR CPM. En welke van de volgende vier dingen kan je dus testen? Je kan een verschillende thumbnail testen, een video, een ad copy en zelfs een scrollstopper zou je kunnen testen. Nou, wat is de productschaalstrategie verder uitgelegd? Maak je eigen content, zeker als je explosief gaat schalen. Als je dat zelf niet kan, raad ik Bands of Ads aan. Ik zal hieronder aan deze video een link zetten waar je met Bands of Ads kan werken. En de sleutel naar succes met dropshipping, net als met alles, is consistent blijven. En focus op verbeteren van elke campagne die je lanceert. Dat is met alles zo, is consistent blijven en altijd maar jezelf verbeteren om een beter resultaat te halen. En je moet ook eigenlijk focus op vertrouwen krijgen van je potentiële klanten zo snel mogelijk. Dat ze eigenlijk vertrouwd zijn om bij jouw webshop een aankoop te doen en je conversiepercentage hierin te maximaliseren. Nou, de laatste opmerking die ik maak voordat ik deze video ga afsluiten. Nadat je dus aan het schalen bent en je een winnaar hebt gevonden, moet je je supply chain ook goed gaan regelen. En om te beginnen kan je werken met een agent en een fulfillment center zoals Hyperscure vanaf 0 orders per dag om orders te gaan fulfillen vanuit China. En gebruik je winst om dus mensen aan te nemen in je business die bijvoorbeeld video's voor je maken, klantenservice, product research, product pages maken. En investeer hierin dus terug in je bedrijf. En de enige echte manier dat je faalt is als je uiteindelijk opgeeft. Dus als jij niet stopt met dropshipping en niet stopt met het testen van producten, is het ook onmogelijk dat jij hiermee gaat falen. En dat is met elke business zo. Als je niet opgeeft, dan kan je niet falen. En als je ergens aan begint, maak het dan ook af. Ik hoop dat je superveel waarde hebt gehad aan deze video. Like, abonneer, drop een comment en ik zie je graag weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.